Het einde van het seizoen nadert. Nog maar 6 speelronden zijn er te gaan. En de ontknoping in de tweede en derde divisie komt steeds dichterbij. Vandaag natuurlijk weer veel voetbal uit die tweede en derde divisie. Waarin koploper Katwijk op bezoek gaat in Hendrik Ido Ambacht bij de hekkensluiter ASWH. Rijnsburgse Boys speelt in Haarlem tegen de nummer 2 Koninklijke HFC. En in de derde divisie zondag probeert Westlandia het vege lijf te redden. Ze spelen thuis tegen Hoogland. Katwijk is sinds 25 september 2021 niet meer weg te denken van de eerste plaats in de tweede divisie. Natuurlijk, de ruime voorsprong werd kort geleden nog wat kleiner, maar dankzij 4 overwinningen in de laatste 5 wedstrijden groeit het vertrouwen op een goede afloop met de week in Katwijk. Maar goed, de buit is nog niet binnen en winnen, iedere wedstrijd moeten winnen en er volle bak tegenaan moeten gaan, dat is het devies daar in Katwijk. En dat geldt dus ook voor de wedstrijd die Katwijk speelt tegen een op het oog gemakkelijke tegenstander. Want ze spelen uit tegen ASWH, de nummer laatst in de tweede divisie. Dat is te doen zou je zeggen, maar goed, ze spelen natuurlijk wel voor lijfsbehoud daar bij ASWH. En dat is net zoals een kampioenschap een hele goede reden om alles te geven. ASWH dus tegen Katwijk. Hier zijn de beelden. De ploeg in nood dus tegen de ploeg die zo graag kampioen wil worden en daar zo heel dichtbij is. Katwijk in het vertrouwde oranje. 1 wijziging ten opzichte van vorige week toen er goed en ruim gewonnen werd van Quick Boys. Suleiman, we zagen hem net even aan de bal. Hij speelt in plaats van Kilian van Mil die geblesseerd is. Goeie vrije trap van Van der Meer. En dat is eigenlijk al de tweede kans voor Katwijk in korte tijd. Suleiman. Azouti. El Azouti krijgt hem wel tussen de palen. Maar geen verrassing voor doelman Brian Jansen. Het overwicht van Katwijk in de beginfase is duidelijk. Van der Bos met wat moeite. Dit is goed. En hier is de vrijheid voor Sam van der Kreken. De kansen zijn er voor Katwijk, maar het doelpunt is er voor ASWH. Voorbereidende werk van Van der Bos. Dit is goed doorgekopt. Ja, en dit is echt een dekkingsfout. Van der Kreken, hij maakt het keurig af, blijft rustig. Mikt naar de hoek. En Katwijk op achterstand bij rust. Tweede helft. Als Katwijk natuurlijk moet komen, dat zijn ze aan de stand verplicht. De heenwedstrijd was moeizaam hoor, in Katwijk. Suleiman met de mogelijkheid. Suleiman, nee. Hij krijgt hem er net niet in. Het moet snel, misschien een beetje gehaast. Suleiman profiteert van die verkeerde kopbal eigenlijk. Wordt in stelling gebracht. Maar hij krijgt hem niet in de goal. Mooi meegenomen door Wijstra, El Azouti. El Azouti, Wijstra staat daar. Ja, dit is mooi. Suleiman, nu! Nee, weer niet. Dit zijn toch twee, behoorlijke mogelijkheden die Katwijk verzuimt af te maken. En als je dat 90 minuten lang volhoudt, dan sta je aan het einde van de rit met 0 punten. Mengerink inmiddels in het veld gekomen. Net als deze Kilian van Mil, licht geblesseerd was die. Maar wat is die belangrijk? Minuut 62. Essenboom lijkt de overtreding te maken. Het lijkt ook alsof er gefloten wordt. Mengerink, Van Mil, raak. 2 invallers die dus belangrijk zijn voor Katwijk. En dan kan je zeggen, lekker gewisseld Korea. Van Mil, daar is hij weer. Van Mil! Nou, of dit nou de bedoeling is, het maakt niet uit. Een minuut na de gelijkmaker maakt Van Mil de tweede. Katwijk weer op voorsprong. Ja, dan kan je zeggen, wat is die bank dan belangrijk hè, bij Katwijk? Er wordt altijd gezegd, de sterkte van de ploeg wordt eigenlijk bepaald door de breedte van de bank. En bij Katwijk, ja, daar hebben ze wat namen zitten. Wat een luxe als je Kilian van Mil kan inbrengen. En hij maakt er 2. Nou, daar gaat hij weer. Kilian van Mil. Wordt dit zijn derde? Dit wordt zijn derde. Nou, heel veel meer ballen heeft hij niet aangeraakt.
In minuut 62, 1-1. Minuut 63, 1-2. Minuut 70, 1-3. Kilian van Mil. Een loopzuiveren en razendsnelle hat-trick. En ook hier blijft hij weer koeltjes hoor. Het Katwijk publiek natuurlijk in jubelstemming. Ja, en nu maar doordrukken. Werken aan het doelsaldo. Het wordt de 11e nederlaag trouwens voor ASWA op rij. En dan weet je dat je hele slechte papieren hebt in die strijd om lijfsbehoud. Flipperkastje gaat er niet in. Van Mil wordt gewisseld. Ja, hij was niet helemaal fit. De klus is geklaard. Katwijk wint met 3-1. Dankzij Kilian van Mil. Overwinning voor Katwijk. Dan is de vraag, wat doet de nummer 2 in de tweede divisie? Koninklijke HFC. Nou, die krijgen Rijnsburgse boys op bezoek. En de Rijnsburgers, ja, die werden volledig weggespeeld. In een volledige off-day ook. Ze verloren namelijk van GVVV. En zo'n dag kunnen ze zich tegen het sterke HFC uit Haarlem niet meer permitteren. Willem van Zuilen, die zat voor ons op de Koninklijke Tribune. Hier is een verslag van HFC tegen Rijnsburgse boys. Een mooi voorjaarszonnetje aan de Spanjaardslaan in Haarlem. Rijnsburg wil wat goed maken na de 4-1 nederlaag tegen GVVV. En de Koninklijke, ja natuurlijk, de druk houden op Katwijk. De nummer 2 van de ranglijst. De enige concurrent nog voor de Oranje Hemden. Dus Rijnsburg vrij uit en misschien wel wat druk bij Koninklijke HFC. Schotje, simpele prooi dit. Voor Zonneveld, de doelman van Rijnsburgse boys. De inzet was van Wilfred, Oscar Wilfred. De moot. Rob Ros en Jongenelen er niet bij Rijnsburg, beide geblesseerd. Hij in de basis, Assante. Die komt met de voorzet en die is voor Michaelis, de doelverdediger van de Koninklijke HFC. Net de vereniging, de Koninklijke. Op een nostalgische tribune kunnen we kijken. Joeksel met de voorzet, Kastien en de doelman van de Rijnsburgers. Goed gedaan van Zonneveld, goede aanval van de Koninklijke. Tweede helft, 0-0 rust. Joeksel met de voorzet, die moet voor de keeper zijn. Mooi geplukt. Inmiddels weet men in Haarlem dat Katwijk een 1-0 achterstand heeft omgebogen tot een 3-1 voorsprong. Dus moet het wel voor de ploeg van Tameres. Daar is misschien de kans voor Brandsma. Nee, die paas is te hard voor die boomlange, sterke spits van de ploeg uit Haarlem. Nou ja, je zegt Haarlem. Als je 100 meter terugloopt, zit je weer in Heemstede. Oh. Hij kan hem nog oppakken. Delano Assante. Zoek de combinatie. Bagan. Ah, mooi. Gielissen. Mooi paasje. Gielissen. Mooi weggedraaid. Daar is de goal. Ja, Rijnsburg op de voorsprong. Dit is er eentje uit het boekje, hoor. Zelden rust. Prachtig gedaan. Maar let ook op dat paasje. Dit. Roderick Gielissen. Oh. En dan wegdraaien en de verre hoek zoeken. De ui op een 1-0 voorsprong. Oh, wat gebeurt daar? Ik zie ze posten. Oh, wat is dit? Ja, dit kan nooit HFC Rijnsburgse boys zijn. Naar binnen, afkoelen, rust terug, verder. Wat een gedoe zeg. Schrik je ervan? Word je niet vrolijk van? 0-1 voor Rijnsburgse boys. Komen. Het doelpunt te maken, zelden rust. Heeft hij nog een keer zo'n mooie actie? Nou, dit is in elk geval goed. Komen verslikt zich. Bagant kan oppakken. Parade. Ja, het is druk en lekker weer. En ik heb wel zoiets bij de Koninklijke. Ja, het mag, maar het hoeft niet. Goed schot, voorlangs. Zo blijft het vooralsnog 0-1. Voor de ploeg uit Rijnsburg. Joeksel. Ja, geen punten betekent 9 punten achter op Katwijk voor de Koninklijke. Kopstoot over. Bewijst Rijnsburgse boys dan vandaag de buurman een goede dienst. Wedstrijd daar afgelopen. Katwijk wint met 3-1. Ah, mooi. Van de Moot recht in de handen van de keeper.
Corner, doe hem al mee naar voren. De koninklijke met de moed der wanhoop. Mijn leven als speler zo. Die keeper wipt hem over. Michaelis. Ja. En dan zegt Frank de Winter, we stoppen ermee. Rijnsburgse boys wint met 0-1. In Haarlem van de koninklijke. En bewijst Katwijk een goede dienst. Ja, en de rol van de koninklijke lijkt met dit verlies tegen de Rijnsburgers toch wel een beetje uitgespeeld. Dat is natuurlijk het nieuwsverhaal van deze wedstrijd. Maar na afloop van die wedstrijd werd er niet alleen maar gesproken over de uitslag en de consequenties daarvan. Maar zeker ook over die gebeurtenissen direct na de 0-1 van Zelderust. Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig van meegekregen. Ik focus me altijd volledig op hetgeen wat in het veld gaande is. En niet op hetgeen wat achter mij of op de tribune gaande is. Dus ik heb er eigenlijk heel weinig van meegekregen. Ja, maar je ziet toch iedereen daar naartoe lopen en de scheidsrechter die jullie naar binnen stuurt? Ja, en toen heb ik vervolgens begrepen dat er een kort vechtpartijtje was. En dat het vooral ging tussen mensen die pro-Ajax waren en mensen die pro-Feyenoord waren. Nou ja, oké, het zal allemaal wel. Ik zal me daar niet in mennen. Doodzonde. Je ziet het steeds meer sinds de corona crisis, denk ik. En dat hoort niet. En ik heb in een split second spring je er ook tussen, omdat er allerlei oudere mensen op dat terras zitten vooraan. Ik vond dat niet kunnen. En we hebben geprobeerd het te sussen. Het hoort niet rondom het veld. En dat vond ik wel een hele... Ja, een droevige gebeurtenis naast het verlies. Ja. Maar het schijnt een beetje van deze tijd te zijn. Van deze tijd te zijn? Van deze tijd, ja. Ik vind het allemaal zeer ongepast en niet passen in het amateurvoetbal. Eigenlijk ook niet in het betaalde voetbal. En zeker niet op dit niveau. Daar hoort het absoluut niet in thuis. We gaan naar Scheveningen. Dat speelt een uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Ja, normaal gesproken zou je toch een beetje met de bibbers in je lijf afreizen naar de Westmaat. Maar daar is in deze editie eigenlijk nauwelijks sprake van. Scheveningen staat namelijk boven de ploeg die eigenlijk ieder seizoen start als titelkandidaat. Nou, dit seizoen hebben ze die status zeker niet kunnen waarmaken, want IJsselmeervogels is de nummer 11. Scheveningen staat op plaats nummer 9. Twee ploegen in goede doen. IJsselmeervogels. 7 van de afgelopen 9 wedstrijden gewonnen. Scheveningen heeft een hele goede maand april gekend. 8 wedstrijden gespeeld. 2 keer verlies, 2 keer gelijk. 4 keer winst. 14 punten gehaald. En daarmee veilig gespeeld. Weer een jaar langer dus in de tweede divisie. Dit is Beunen namens de ploeg uit Bunschoten-Spakenburg. Aardig schot. Waar Van der Maten ook attent op reageert. Inzet van Mike van der Laar. Volgende week is het de derby. Dus hij is meer volgens een Spakenburg. Is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En misschien dat IJsselmeervogels hier wel een beetje in kan houden. Wie weet. Nou, nee, er is eigenlijk helemaal geen sprake van. Danny van der Meijrakken, wie anders? Zou je bijna zeggen, volgend seizoen speelt hij opnieuw Zuid bij Quick Boys. En hij maakt hier zijn 7e van het seizoen voor IJsselmeervogels. Prima kopbal, geplaatst ook, goed in de hoek. Het aangeven is van Van der Laar. En het hoekje voor Van der Meijrakker. Achterstand dus voor Scheveningen. Dat het... Traditioneel best behoorlijk doet tegen IJsselmeervogels. De heenwedstrijd werd bijvoorbeeld op Houterus met 2-1 gewonnen. De niet. Kan die scoren? Nee. Ja, het moest snel. Had weinig tijd om die bal nog even lekker goed te leggen. En dus blijft het 1-0 voor de thuisploeg. Peters heeft nog een IJsselmeervogels verleden. Owusu immers. Nou, Owusu. Schiet maar eens. Ja, waarom niet? Prinsen kan hem naast boksen. Prinsen in de goal bij IJsselmeervogels. Jamie Schaap is nog niet helemaal fit. En ook hij zal worden gespaard voor volgende week. Aldogan op slag van rust. Aldogan de niet wijst. Dat heeft Aldogan gezien. En wat is dit dan een knappe goal. Met name als je kijkt naar de voorbereiding van Mehmet Aldogan. De niet. Hij maakt zijn 15e van het seizoen. Is heel belangrijk voor Scheveningen.
Maar dit paasje van Mehmet Aldogan, hij ziet de niet wijzen. En hij legt hem precies waar hij moet komen. Op slag voor rust gelijk dus, 1-1. Het zal een stand zijn waarbij de ploegen mee kunnen leven. Tempo ligt niet al te hoog in de wedstrijd. Oeh, Immers kan profiteren. Immers, de niet, gaat richting de penaltystip. Komt die bal net niet. De vlucht dan. Met een artistiek hoogstandje. Gevaarlijk slippertje daar achterin bij IJsselmeervogels. Maar Scheveningen kan dus net niet profiteren. Minuut 55. Immers wordt gezocht met het hoofd. Ja, moeilijk om de juiste richting mee te geven. Zo ver voorbij de tweede paal. Lex Immers. Mogelijk op weg naar nog een seizoen Scheveningen. Dat is althans wat iedereen hoopt. Daar is hij weer. De oudspeler van ADO, de oudspeler van NAC Breda, de oudspeler van Feyenoord natuurlijk. En dit is Rony van der Putten. Hij staat 10 minuten in het veld en bewijst zijn waarde. Want 8 minuten voor tijd maakt hij de 2-1 voor Scheveningen. En dat zou wel eens de beslissende kunnen zijn in een wedstrijd waarin niet zo heel veel gebeurt. Hij krijgt hem een beetje gelukkig. Maar hij maakt hem wel, van der Putten. Volgend seizoen gaat hij naar Terleden. Dit is het laatste wapenfeit van de wedstrijd Scheveningen. Ze winnen weer. Uit bij IJsselmeervogels wordt het 2-1 voor de ploeg van John Blok. En dat zijn weer 3 hele goede punten. Quick Boys speelt in speelronde 29 thuis tegen Jong Sparta. Ja, en voor middenmotor Quick Boys geldt dat het dit seizoen niet meer meedoet voor de bovenste plaatsen. Maar ja, ook degraderen of na-competitie is niet meer aan de orde. En dus kan de focus alweer een beetje naar volgend seizoen worden verlegd. Zo werden doelpuntenmachine Danny van der Meijrakker en voormalig profvoetballer Alexander Bielica al vastgelegd voor het nieuwe seizoen. Daartegenover staat wel het vertrek van een middenvelder, Lorenzo van Kleef. Hij gaat in het nieuwe seizoen spelen voor de tegenstander van afgelopen zaterdag, Jong Sparta. Commentaar bij de beelden van Quick Boys tegen Jong Sparta is van Jim van der Deil. Quick Boys Jong Sparta is een duel tussen de nummer 8 en de nummer 4 uit de tweede divisie. Beide verloren vorige week. Quick Boys deed dat in de kraker tegen Katwijk en Jong Sparta ging onderuit tegen Noordwijk. Dit is de eerste kans van de wedstrijd. Hij is voor Tahiri, de aanvalsleider van Jong Sparta. Hij moet de doelpunten maken bij afwezigheid van clubtopscorer Afaker. Die is naar het eerste elftal gehaald sinds de komst van Maudie Stijn. En dus is de doelpuntenmachine die aan het einde van het seizoen vertrekt niet meer beschikbaar voor de ploeg van Geert Arend Roorda. Overtreding gemaakt op El Kachati, de man die nog onder contract stond bij Jong Sparta. Debuteerde zelfs in de hoofdmacht. Hij krijgt de vrije trap mee. Dat is een mooie gelegenheid voor Ket om aan te leggen. Maar die bal gaat naast. En dus blijft het 0-0. Bij Jong Sparta gaat veel over links. En dan is Overman de man. En dat doet hij aardig nu. In duel met Van Duin. De rechtsbuiten die goed mee verdedigt. En dit is de trainer van Jong Sparta, Geert Arend Roorda, voormalig profvoetballer, bekend geworden onder meer bij Heerenveen. En hij ziet dat zijn ploeg hier op voorsprong moet komen. Goede, grote kans. Uit de corner is het Augustin Drakpe. Hij treft de paal en dus blijft het 0-0 op Nieuw-Zuid. Waar het goed toe is, veel mensen hebben een plekje gevonden in de duinpan, maken er een feestje van. Maar tot festiviteit op het veld zijn we nog niet gekomen. Misschien nu, als Jong Sparta eruit is. Lekkere bal naar Tahiri, Tahiri. En een prima redding van de aanvoerder van Quick Boys, Paul van der Helm. Die had Tahiri moeten omzetten tot doelpunt. Daar is hij weer, Tahiri in combinatie met Overman. Ziet er goed uit, daar komt dan de goal. Daar is hij. Hij wordt gemaakt door middenvelder Patrick Brouwer. Twee man trekken naar de eerste paal en daardoor blijft Brouwer eigenlijk helemaal vrij staan. Dit is natuurlijk een goede combinatie tussen Tahiri en Overman. Balletje voor en daar helemaal vrij Brouwer. En hij maakte de openingstreffer deze middag. En zet de nummer 4 uit de Jacks League op voorsprong. Daar is hij weer, Overman. Lekkere back. Komt er goed doorheen, legt hem klaar, Tahiri. En dan de hakken van Mahmoud. Tahiri weer. Lekker hakballetje. Komt buiten beeld aan. Voorleggen. De volgende kans gaat naast. Het is Scholten die de bal naast schiet.
McCoy. Naar El Khachaty. Oeh, die steekbal zag er goed uit. Komt niet aan. In tweede instantie dan wel Quick Boys. Met een schot. En de prima redding van Rijk Jansen, de doelman van Jong Sparta. Trainer Grunots, niet helemaal tevreden over zijn ploeg. Heeft drukke periodes. Stond vrijdagavond onder andere met ADO Den Haag in Emmen voor de groep. Voor zijn opleiding coach betaald voetbal. En inmiddels is bekend dat hij dat onderdeel gehaald heeft. Maar over dit onderdeel van zijn verdedigers zal hij niet tevreden zijn. Aardige mogelijkheid hier voor de Rotterdammers. De bal gaat over. Quick Boys, goed gedaan. Van Duin aan de rechterkant. El Khachaty moet hem maken. Wat een kans voor de thuisploeg. McCoy dan nog. McCoy en de paal. Ja, het is een soort van karambol. Via de keeper en de paal gaat hij er niet in. En daar had Quick Boys op gelijke hoogte moeten komen. Dan komt de ploeg van Grunots weer. Goed druk zetten. Veel gaat over rechts. Dit is invaller van Kippersluis. Zoekt naar zijn linker van Kippersluis. Misschien in de rebound dan nog El Khachaty. En weer is het Rijk Jansen. De man die de bal tegenhoudt. Dan waait er een zeevlam over op Nieuw-Zuid. Wordt het wat mistig. Maar wel een grote kans. En hoe? Heerlijk geraakt door El Khachaty. Weliswaar recht op doelman Jansen af. Maar alles klopte behalve de sturing. Want daar had El Khachaty met een soort dropkick Quick Boys naast de Jong Sparta moeten zetten. Dat doet hij niet en dus wint de ploeg van Geert Arendt-Roorda met 1-0. Ja, en zo verliest Quick Boys voor de vierde keer op rij. Voor Quick Boys speler Lorenzo van Kleef was het dus een bijzondere wedstrijd. Hij verloor van zijn nieuwe werkgever Jong Sparta. Ik heb de eerste wedstrijd was tegen Jong Volendam, heb ik aangegeven in een interview ook dat nog steeds mijn ambitie nog is om betaald voetbal in te gaan. En Jong Sparta kwam, die belde mij op en die willen met me aan de slag. En volmondig ja gezegd. Ja, ik denk dat je het gezien hebt. Ik vind Lorenzo een hele behoorlijke speler. En hij kan meer dan alleen verdedigen en meer dan alleen aanvallen. Iemand met ervaring. Dus het is een hele interessante speler voor ons. Dat is een ploeg die speelt in de tweede divisie. Is natuurlijk eigenlijk semi-betaald voetbal. Maar is het dan meer de sfeer eromheen? Veel meer trainen, dichter bij het eerste elftal? Ik denk dat je dat goed zegt. Ja, ik bedoel, je gaat weer gewoon naar 's ochtends trainen. Gewoon elke ochtend weer op de club melden. En ik denk dat is wat ik het liefste doe. En je zit dichter bij het eerste elftal. Ja, ik denk dat ik mijn kans moet grijpen. Ja, met een trainer bij het eerste elftal die je volgens mij ook kent. Ja, ik ga goed met zijn zoon om, Sam. Dus wie weet. En voor de laatste wedstrijd in beeld uit de tweede divisie gaan we naar Noordwijk. Ze nemen het op tegen Excelsior Maassluis. Ja, en net als bij Quick Boys en Jong Sparta geldt eigenlijk ook voor deze wedstrijd dat er aan de uitslag geen positieve of negatieve gevolgen zullen kleven. Een beetje een spek en bonen wedstrijd dus. Maar goed, iedere sportman wil winnen en dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de 22 spelers die op het veld staan. Het is een wedstrijd tussen een ploeg die het op eigen veld op de Duinwetering over het algemeen goed doet. Noordwijk namelijk, 3 keer verloren pas in eigen huis. Tegen Maassluis dat 3 van de 4 laatste wedstrijden, uitwedstrijden, gewonnen heeft. Dit is een penalty. En dan hebben we 10 minuten gespeeld. De overtreding op Van den Berg. De scheidsrechter de Kloeze twijfelt niet, legt hem op de stip. Dogan Kanijen, trainer van Maassluis, heeft een Noordwijk verleden. Gabri Urbanus schiet hem onberispelijk in. Ja, is er eigenlijk nog helemaal niks gebeurd in deze wedstrijd. Maar kijkt Noordwijk wel tegen een 1-0 achterstand aan. Het is natuurlijk een wedstrijd die eigenlijk nergens meer over gaat. Beide ploegen zijn veilig. Dan maar het publiek van maken. Mooie redding weer van Lars Jansen. Dat is een goede keeper, dat heeft hij dit seizoen bewezen. Ja, de schietend. Noordwijk komt weg, maar krijgt die bal niet echt lekker uit de eigen verdediging. Is er een overtreding geconstateerd en komt Noordwijk met de schrik vrij. Maassluis met de kopbal. Geen probleem voor Lars Jansen. Wat kan Noordwijk in aanvallend opzicht? We hebben ze eigenlijk nog niet gezien. Nu dan misschien.
Geen probleem natuurlijk, dit schot voor Jean-Paul Verleeuwen. Bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Maassluis volgend seizoen. Onder de lat bij Katwijk. Aardig gevoetbald. Bouwman met het schot. Op aangeven van Reinaars. Gaat er niet in. Ook Reinaars bezig aan zijn laatste wedstrijden. Voor Noordwijk dan. Volgend seizoen Sparta Nijkerk. Bosma. Probeert die bal te duwen. Maar Verleeuwen kan rustig pakken. Bouwman. Hoog, ver. Kan niemand hem opvangen. Ja, Roshanali. Die heeft een aardige trap. Roshanali. Scheelt een paar centimeter. Die nul die blijft staan voor Noordwijk. In de tweede helft dan. Als Van Staveren misschien kan profiteren. Is sterk met het lichaam. Wint dit duel. En hij houdt het overzicht, want hij ziet dat Emiel Wendt eraan komt. Hij krijgt hem niet bij zijn aanvoerder. Aardige openingsfase van de tweede helft. Van den Berg. Oh, dit doet hij mooi zeg. Dit doet hij heel knap. Vincent van den Berg, de aanvoerder van Excelsior Maassluis. Kijk, hop. En schieten. Het is 0-2. En lijkt het een zware middag te gaan worden voor Noordwijk. Lars Jansen. Hij ziet die bal voorlangs gaan. Als Maassluis er weer aankomt. Van den Berg weer. Goed meegegeven op Da Fonseca. Weer een prachtige redding. Het is een reflex. Hij moet zijn arm bijna uitrekken. Maar Lars Jansen houdt een doelpunt tegen. Fluitsignaal van Te Kloeze. Hens, zegt hij. Bal op 11 meter. Maar zijn assistent staat met de vlag te wapperen. Overleg en Te Kloeze draait zijn beslissing terug. Geen penalty dus voor Noordwijk. Geen kans om de aansluitingstreffer te maken. Dus zal het op eigen kracht moeten. Mark de Kruis. Zoho! Een zondagschot. Een heerlijk doelpunt. Van Mark de Kruis. Maar ja, is er nog tijd hè? Ja, hij zit er fantastisch in. 1-2. Noordwijk op jacht naar de gelijkmaker. Verleeuwen zit mis. Wie kan er afdrukken? Het is een gigantische kluts die er bijna nog in zeilt. Maar het blijft bij 1-2, de vierde thuisnederlaag van Noordwijk. Verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar ja, wedstrijden spelen die het predicaat zou kunnen geven om des keizers baard. Daar heeft Noordwijk-trainer Kees Zethoff eigenlijk ook wel een beetje genoeg van. Ja, goed, ik kan wel zeggen van niet, maar ik denk het wel. Ja. Hoe kijk je dan aan tegen de rest van het seizoen? Wat ga je er dan nog proberen uit te halen? Ja. Of ga je misschien zelf wel een klein beetje denken aan volgend seizoen? Nee, ik denk dat laatste, ja. Waar moet ik dan aan denken? Ja, goed, we hebben natuurlijk ook jongens die vertrekken en jongens die blijven. En dan moet je het aantal minuten van de jongens die gaan blijven groter maken. Maar ik sta los van het feit dat we op een respectvolle wijze afscheid moeten nemen van de jongens die hier echt iets hebben toegevoegd aan de club. Maar ja, we moeten ook wel weer gaan denken aan volgend jaar, want ik ga niet nog zo'n wedstrijd voetballen. Nee. Je staat eigenlijk op een prachtplek als Noordwijk zijnde, waar denk ik van tevoren menig persoon geen rekening mee had gehouden dat je zo solide in het linker rijtje staat. Als je dan toch alvast vooruit kijkt naar volgend seizoen en misschien wel de laatste wedstrijden van dit seizoen daarmee ook in de oogschouw neemt. Waar kan je dan nog naartoe groeien als Noordwijk zijnde? Nou ja, ieder zichzelf respecterende sportman gaat voor één plek en dat is de bovenste. Is dat reëel? Nee, maar goed, als ik kijk naar Leicester, ja, dat heb ik ook een keer een jaar gehad dat ze het hele jaar de boventoon hebben gevoerd. Is dat voor Noordwijk mogelijk? Kijk, wij moeten een beetje blijven geloven in zo'n scenario. Ja, maar dan kijken we naar boven. Maar het is al, wat ik net al zei, heel moeilijk om op dit niveau jezelf te handhaven. Dat is geen ABC'tje. Echt niet.
Dat waren de wedstrijden in beeld. Dan de andere uitslagen. AFC tegen GVVV. Ja, daar in Amsterdam zijn ze toch een beetje de weg kwijt. 0-3. Jong Volendam verliest op eigen veld ruim van Spakenburg. 2-5 wordt het daar. Tech HHC Hardenberg 0-2. En de treffers zijn Kozakkenboys. Ze spelen met 2-2 gelijk. De stand dan. Ja, Katwijk wint. Koninklijke HFC verliest. En dat betekent dat het gat tussen de nummer 1 en de nummer 2 maar liefst 9 punten bedraagt. 5 wedstrijden zijn er dus nog te spelen. Rijnsburgse Boys staat op plaats nummer 5. De nummer 7 is Noordwijk. En Scheveningen knap geklommen naar plaats 8. Quick Boys, die zakken wat weg. Die komen nu terecht in het rechte rijtje op een 10e plaats. En helemaal onderaan is het nog altijd spannend voor Kozakkenboys, GVVV en lijkt het doek gevallen voor ASWH. We gaan naar de derde divisie zaterdag. VVSB uit Noordwijk-Rout, die heeft nog wat puntjes nodig. Ze spelen thuis tegen Staphorst. FC Lisse lijkt op weg naar de titel. Maar ja, om die te behalen moeten ze doen wat ze dit seizoen al zo vaak gedaan hebben. Namelijk winnen. En de koploper speelt uit tegen VVOG uit Harderwijk. FC Lisse natuurlijk bulkend van het zelfvertrouwen na de overwinning vorige week op Sparta Nijkerk. Nu een uitwedstrijd in Harderwijk. VVOG de nummer 14. Enzo Stro met de openingstreffer. Doelman Egging ziet er niet heel erg goed uit. Maar dat zal Stro worst wezen. Hij tekent voor zijn 19e goal alweer in dit seizoen voor FC Lisse. En wat is die dan belangrijk voor die ploeg van Raymond Bronckhorst? Die dus op weg lijkt naar de titel. 20 minuten later. Aanval van Lisse. Zwetsloot. Goede actie. Goede voorzet. En daar is Enzo Stro weer. Met de 2-0. Zo pakt FC Lisse in de eerste helft de 2-0 voorsprong. Die staan ze niet meer af. En zo lijkt FC Lisse op weg richting de titel. VVSB aast op revanche na die afstraffing vorige week uit bij Barendrecht. Dit is Jason Holman in de beginfase van de wedstrijd. Het is een doelpunt. Maar de scheidsrechter zegt terecht, ja, je trok je directe tegenstander weg. Dus geen doelpunt. 0-0 de ruststand met Staphorst in de aanval. Mike Reuvers, ja, dit is een knappe goal hoor. Natuurlijk krijgt die Reuvers alle tijd eigenlijk om aan te leggen. Maar dan moet je hem nog wel zo ver in die hoek kunnen mikken. 1-0 de achterstand en dan staan de gezichten in Noordwijk-Rout weer wat somberder. 68e minuut. Jason Holman. En nu telt hij wel. Uitstekend getrapt. En VVSB op gelijke hoogte. 3 keer op rij heeft de VVSB gewonnen op de Boekhorst. Dus ja, waarom tegen Staphorst niet? Ze proeven dat er wat meer mogelijk is. Heemskerk op Regivano Dompig. Kwartier voor tijd wordt het 2-1. De actie van Heemskerk. Dompig maakt het af. VVSB pakt 3 hele belangrijke punten. 2-1. De doelpunten van FC Lisse en VVSB heeft u gezien. Dan Terlede, het speelt uit tegen Dovo en verliest met 3-1. Hoek, Sportlust eindigt in 0-4. ACV, DVS 33 Ermelo, 1-3. Harkema's Boys wint met 2-0 van Excelsior 31. Stedoco en Barendrecht, 2-2 gelijkspel. Odin 59 tegen de amateurs van Ajax eindigt in een 3-2 overwinning voor de ploeg uit Heemstede. En Sparta Nijkerk tegen Goes, 6-2. De stand dan in de derde divisie zaterdag. FC Lisse nog altijd aan kop. Sportlust 46 is de nummer 2. De afstand is 5 punten. En volgende week is het Sportlust 46 tegen FC Lisse. Terlede vinden we terug op plaats nummer 12 met 37 punten uit 29 wedstrijden. VVSB uit de gevarenzone zoals het er nu naar uitziet. 33 punten uit 29 wedstrijden en een 14e plaats. De amateurs van Ajax en Goes en ook Dovo, die staan er wat krapjes bij. En dan de derde divisie zondag. Ja, daar ziet het er slecht uit voor Westlandia uit Naaldwijk. Ze staan helemaal onderaan en moeten vrezen voor rechtstreekse degradatie. Westlandia dus, de hekkensluiter. Ja, ze moeten minimaal 2 plaatsjes winnen om niet direct en rechtstreeks eruit te vliegen.
Vandaag een ontmoeting met een ploeg die er eigenlijk ook niet zo lekker voor staat. De nummer 15, Hoogland, komt namelijk op bezoek. En dus kunnen we spreken van een ouderwetse kelderkraker. Rick Hogendorp. Sinds kort de trainer bij Hoogland. Heeft er aardige resultaten gehaald, moet ze uit het slop trekken. Nu dus een beetje een eigen omgeving op de hoge bomen in Naaldwijk. En hij ziet dat zijn ploeg aan het einde van de eerste helft een penalty tegenkrijgt. Ja, de overtreding is overduidelijk. De penalty dus terecht. Van der Zalm achter de bal. Zo! Nou, die zit er lekker in inderdaad. Stijf in het kruis. En op slag van rust de voorsprong voor Westlandia. Dat die overwinning zo hard nodig heeft. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor Hoogland. Kort voor rust. Wat een actie. En wat een doelpunt. Kelu. Ja, alles klopt aan deze goal. De voorbereiding. Ja, die keeper, wat doe je daar? Die staat wel heel erg ver uit de goal. Maar het is geen makkelijke kans hoor. 2-0 voor Westlandia, een ongekende wilde. Dat hebben ze niet. Dat maken ze niet zo vaak mee op de hoge bomen. En het lijkt erop dat juist als het moet, de ploeg weet te vlammen. Tweede helft. En dit is een fraaie zeg. Heerde van der Arend. Ja, achter het standbeen langs wordt er geroepen. Het is er eentje om in te lijsten. En dat moeten we dan eigenlijk ook maar doen, hè? Niet alleen een mooie goal, maar zeker ook een belangrijke. Want Westlandia leidt met 3-0. Ja, en dan komt dit moment. Dat kan er dan ook nog wel bij. Een penalty. Voor de bezoekers. Ja, hij ziet het met leden ogen aan. Weet ook dat zijn ploeg gaat verliezen. Het wordt nog wel 3-1. Er wordt nog wel haast gemaakt. Maar de tijd is eigenlijk gewoon te kort voor Hoogland. Slotfase wedstrijd. Allerlaatste minuut. Vrije trap. Hij zit er fantastisch in. Delvin Pinero. Langs de muur. Keeper geklopt. Een prachtige overwinning voor Westlandia. 4-1. Westlandia wint. En ook Kwik komt met een overwinning. Vandaag 3-0 wordt het in eigen huis tegen Dem. Unitas EVV ook 3-0. En Jos Watergraafsmeer wint in eigen huis met 3-2 van Dongen. Hercules had er zin in, dat kunnen we niet zeggen van Blauw-Geel 38. 7-1 is daar de uitslag. Os tegen Gemert 0-0. Groene Ster verliest in eigen huis met 3-0 van HSC 21. Una OFC eindigt in 1-0. En ADO 20 Hollandia, ook daar wordt het 1-0. En dan is dit de stand. 34 wedstrijden zijn er in totaal. Nog 5 speelronden hebben we te gaan. En Gemert en OFC die gaan uitmaken wie de kampioen wordt in de derde divisie zondag. Kwik zien we terug. Prachtig, een 8e plaats. Keurig in het linker rijtje. En die overwinning van Westlandia is belangrijk. Ze staan nu op plaats 16. Nog wel evenveel punten als EVV. Hollandia sluit de rij met 27 punten uit 29 wedstrijden. En dat was het weer voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer op het vaste tijdstip op de zondagavond. Maar dinsdagavond al kunt u luisteren naar een integraal verslag van de nacompetitiewedstrijd van ADO Den Haag. Ze spelen dan uit tegen NAC Breda. Dinsdagavond 7:15 live te volgen via Radio West. Een mooie dag nog.